jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag voor jullie episode 6 van Road to Life, Free for All Counter-Strike. En vandaag is het op Octane. En Octane, heb ik die al een keer eerder gespeeld? Ik kan me niet herinneren, volgens mij wel een keer eerder. Maar in ieder geval, we gaan het proberen. Octane is op zich wel een leuke map. Dus ik ga het gewoon proberen. We gaan gewoon met, dammit, ik heb geen klas. Oh ja, deze. We spelen met Specialist, hè. Ik dacht heel eventjes dat ik met support speelde, was het maar niet, met Specialist. Ik probeer hem eerst een keertje met Specialist te halen. En dan kunnen we altijd nog een keertje over switchen naar andere wapens en andere setups en shit. Oh shit man, dit voelt raar. Het is niet zo lang geleden dat ik voor het laatste Call of Duty heb gedaan, maar het voelt ineens heel raar. Want het mooiste is, je zag net misschien de emblem van mij. En de emblem heb ik net nog gehaald. Dat was nog voor het AIDS, hè, maar dat is 200 kills met de Magnum. Akimo Magnums trouwens, met Eco. En die had ik net toevallig gehaald. En die werd fucked in mijn rug, alleen hij kan niet raak zitten. Oké, weet je wat? Er zit iemand daar, maar hij weet toch niet dat ik er omloop, denk ik. Hoop ik, gok ik. Waar zit hij? Waar zit die gozer dan? In dit hoekje. Ey, daar ligt hij. Wat een bitch! Haha, Rambo. Hey maat, Rambo doet zoiets niet, hè? Ah, dit wapen, gewonnen dat hij niet kon winnen. Ey, weer een brug. Oh, daarboven. Hopelijk komt er hier eentje aan. Hij doet onderdoor, weet je wel. Ik wacht hem eventjes op. Ah, ik hou zoveel van Game Sound. Fantastisch. Hé, ik heb een squad point. Dus deze kereltje opzoeken. Hopelijk. Is dat zo'n wapen? Ja, deze is een wapen. Ah. Oeh. Ik denk hij zit daar, joh. Ik zag die rifle van hem. Lag daar op die rand. Ik no. Ik leer recht van zijn neus omhoog, maar dat was niet. Ik kwam er net aanlopen. Had nog goed fout kunnen gaan. Goed fout. Is best raar iets eigenlijk. Goed fout. Hey. Come on. Top broken. Ik heb helemaal geen zin vandaag om ergens in een gebouw te gaan zitten of zo. We gaan gewoon een beetje rondlopen. Waarschijnlijk naai ik dan mezelf. Maar waar maakt het uit? Boven mij zit er eentje. Hopelijk weet je niet dat ik aankom. Waarschijnlijk wel. Zijn die mensen allemaal? Ik denk dat ik ze lopen of ze zitten of wat nou, maar ze zitten nergens. Hoppakee. Ik loop daar gewoon rondjes om de map in zonder een of andere moeite. Als een baas. Volgens mij heeft niemand hier ook Dead Silence, om heel eerlijk te zijn. Dan is het enige mensen die me kunnen naaien, dat zijn de mensen die ons liggen te campen. Net als ik nou, wat we zo doen. Welke kant loopt er nou op? Ik kom dat lopen en dan loopt hij weer terug en dan draait hij weer om en dan blablabla. Oké, hopelijk komt hij nou naar boven hier. Kom hier. Oké, enemy set komt. Dat is niet gunstig, want ik heb daar geen perks voor volgens mij. Ja, hij loopt op en neer. Ik kom constant rennen. Hier. Hè? Ik denk, nee, ik spring niet naar beneden. Ik weet hoe de afloopt. Als ik naar beneden spring, ga ik op een kut manier dood. Die was lelijk. Ze zit op een 10 streak al. Echt serieus, deze mensen weten niet wat er overkomt en ik weet niet waar ik op schiet. Yep, dead eye. Dat is redelijk positief. Oh, die hond gaan we niet op schieten. Dan gaat hij mij al verder. Ik zie nu al dat mensen honden hebben, dus ik ga sowieso voor 900% zeker dood door een hond dadelijk. Daar ben ik echt zo zeker van als iets. En ik moet hier eigenlijk nog eens van het dak af. En dat dit een mooi moment is. Oh lol, ik kreeg een challenge trouwens, hard landing. Hopelijk komen ze niet nou net op dit moment in mijn rug. Zit er eentje boven, maar er zat ook eentje beneden toch? Ik zag sowieso eentje naar boven gaan, dat weet ik maar. Ik dacht serieus dat ik iemand hier ook gewoon naar binnen verder zag lopen. Nou, dan gaan we dus niet achteraan. Dan ga je altijd fout, op een ladder kun je niks doen. Daar zijn de momenten wanneer je gunfight altijd verliest, en dat is bij een ladder. Er zitten zelfs twee op het dak, hopelijk springt er een naar beneden. Hij zit op een kutplek. Hier moet ik weg. Ik moet hier weg. Ik zit nu tussen alle enemies in volgens mij. Hoe de fuck kan ik hier weg? Want ik wil ook niet de overkant. Want dit is op zich wel de plek waar de meeste enemies zitten. Ik dacht dat ik even iets zag. Dat was niks. Daar, ja, als je hier de overkant gaat, dan spannen ze vaak daar. En om heel eerlijk te zijn wil ik eigenlijk die kant op. Dus dan gaan we dat maar heel stiekem even doen. Even één keer kijken zo. Dan sneaken we hier verder. Misschien hier. Hey. Gas, wait for it. Dat is voor mij, goed zo. Ik speel echt zonder een of andere concentratie. Het is misschien ook wel te zien, echt gewoon.
Boeien! Tot dat moment dat ik bijna dood ging. Dat was close! Dat wil ik nu nog een keer hebben. Ik ga nou wel een beetje meer concentreren. Oh shit. Shit, ik wil wat ik moet hebben. Als je weer terugkomt. Kom terug! Er is niks wat je kan overkomen. Mij wel, dat is die spawn daar. Waar zijn die mensen? Zit er eentje in gas? Ik loop hier gewoon weg, want die spawn vertrouw ik niet. Volgens mij heb ik hier wel een keer eerder op gespeeld. En toen werd ik daar een knight. Dat ik me ineens kan herinneren, dus... Nee, ik wil deze kant ook niet op. Ik ga gewoon gas in. Ik hoor er eentje lopen. Zo. Ja, je weet niet van mijn perks, jongen. Ha! Mijn wapen is gewoon 5% sterker, soms tenminste. We zitten op 19, we moeten eigenlijk rustig doen. En de vorige keer, mijn laatste episode, had ik gechoked. Dat kwam omdat ik ineens te agressief ging spelen. Dat was een mooie kill. Hij wist niet waar hem overkwam. Als ik daar dood ging. Nee. Dit gaat altijd fout. Ik zit gewoon trapped. 21. Ik moet hier wel uit dit hoekje. Kan ik je wel vertellen. Komt weer aan deze kant. Ik ga gewoon liggen. Weet je wat? Ik heb al zo vaak die shit gechoked. Ik verdien het gewoon om hem nou ook te halen. Oh, dat is een kast. Daar moet ik ook niet in. Waar zitten ze? Oh, ik schrok gewoon van die kogels die ik hoorde. Die waren eerst bij mij, maar... Oh, ik sta fucking ver voor. Ik hoef totaal niet te haasten. Iemand heeft nou pas 10 kills. Dit is echt een slechte lobby. Het is sowieso altijd wel vrij belangrijk hoe jij je camps eruit haalt als je tegen slechte mensen speelt. Je kunt nooit tegen mensen spelen van hetzelfde niveau, maar dit... zijn ook wel heel slechte enemies. Waar zit... Hey, nee, boven de... Dat ga ik niet proberen. Waarschijnlijk heeft hij hem al gezien. Als hij een assault rifle heeft, kan ik niks terug doen. Ik blijf veel rondjes lopen. Dat gaat echt gewoon niet goed. Kijk maar score vergeleken met de rest. Ah, dit is echt bad. Hier ben je misschien. Hallo. De spanning stijgt. Ik blijf constant nou hetzelfde rondje lopen, maar kom helemaal niet meer tegen. Dat is zo irritant. Dat is zo frustrerend. Dat was de vorige keer dus ook. Ik deed gewoon heel het wat ik eigenlijk al heel de match deed. Maar ik kwam er ineens gewoon geen enemies meer tegen. Oh, twee honden. Holy shit, heb ik geluk gehad dat ik ze al twee heb. Yes! Halle fucking loeia. Het heeft me 6 episodes geduurd om hem eindelijk te halen. Waarvan volgens mij 3 episodes of zo dat ik hem echt gechoked heb. Maar ik denk dat ik hem even incall. Zal ik het even doen? Weet je wat, we call hem in. Het is mooi geweest. Ah, wat een fantastisch gevoel. Serieus, ik heb zoveel camps gechoked de laatste paar dagen alleen al. Dat het echt gewoon niet meer leuk is. In ieder geval, het werd tijd dat ik er toch weer een keertje eentje haalde. Dus hier is hij dan. En live voor jullie. 30-0. Plus een leuke campstraai. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat dan een like achter. Abonneer voor meer. En verder kun je me altijd volgen op dat is allemaal Twitter, Facebook, Instagram, Google+. Weet ik van al die shit. Volgens mij doet niemand er iets aan. Alleen aan Twitter doe ik echt iets. En Instagram vind ik ook wel leuk. Maar Facebook, daar probeer ik nou meer mee te doen. En Google+, daar doet echt helemaal niemand iets mee. Maar in ieder geval, laat in de comments achter. Moet ik hiermee verder gaan, ja of nee? Want de views en likes zijn altijd een beetje twijfelend. Toevallig bij de laatste episode had ik heel weinig likes of views. En dat kwam dat ik 3 video's op een dag had geüpload. Terwijl ik dat normaal eigenlijk nooit doe. Dus dat is eigenlijk iets wat ik niet moet doen. Maximaal 2. Want dan krijg ik meer views. Als ik meer dan 2 video's ga uploaden, dan krijg ik gewoon veel minder views. En dat is ook niet slim. Dus laat in ieder geval allemaal achter de comments. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Dus tot de volgende keer. Houden we.